Het testlab voor zonnepanelen op het water bij Oostvoorne krijgt nu echt vorm. Het derde drijvende eilandje gaat het Oostvoornse meer in. Er worden hierdoor verschillende bedrijven op kleine schaal nieuwe technieken getest. In de hoop dat ze later in het grote kunnen zorgen voor een duurzaamheidsslag. Dit systeem dat is eigenlijk heel compact en heel stevig. Daar staan de zonnepanelen op een vaste stand. En de verwachting is dat het goed tegen golfslag kan. Hier ziet je een systeem wat met de zon kan meedraaien. Je ziet allemaal kleine zeg maar, puzzeltjes die aan elkaar zitten. Dat is vrij flexibel. Je ziet een grote ring eromheen. Als je goed kijkt, dan zie je dat dit een heel open systeem is. Met een paar grote drijvers. In tegenstelling tot de andere die voor alles heel compact zijn en kleine drijvers zijn. En dit is helemaal ook nieuw, helemaal nieuw ontwikkeld. En de verwachtingen zijn dat dit systeem ook goed tegen golven kan. Bedrijven uit Nederland, maar ook uit Portugal en Spanje proberen hier dus uit wat goed werkt. En vanuit heel Europa wordt nieuwsgierig meegekeken. Er is, wat ik heb begrepen, geen andere locatie in Europa die vergelijkbaar is als deze testlocatie. Je ziet wat locaties die zijn op vlak water, maar dit is veel meer met golven in een natuurlijke omgeving met ook andere gebruikers. Dat maakt deze locatie uniek. Ja, dat is natuurlijk heel leuk. We zitten hier prachtig midden in de natuur en om de hoek zijn bedrijven vanuit de hele wereld bezig met innovaties te testen. Dat is natuurlijk leuk, belangrijk voor de energietransitie, maar ook leuk voor de omgeving dat ze het dichtbij zien gebeuren. Maar even om mensen gerust te stellen, we krijgen geen Oostvoornse meer vol zonnepanelen, toch? Nee, dat is hier niet het doel van. We zijn hier aan het kijken hoe zonnepanelen zich op het water verhouden, zodat die mogelijk op zee kunnen worden toegepast. Of elders in het land waar de omstandigheden zo zijn dat ze geschikt zijn voor zonneopwekking op het water.